Oké, beste mensen, we are back in the air. Welkom terug voor meer Resident Evil 6. Over enkele ogenblikken zal ik de aftrap gaan geven aan Chris Redfield zijn campaign. Dus stay tuned. Maar eerst nog even terug naar Ada, want met haar heb ik de vorige keer gespeeld en in haar campaign heb ik nu de eerste twee chapters af. Zij is nu even ver in de story als Leon. De vorige keer hadden we de crossover. En ik heb wat antwoorden gekregen, want toen ik in Leon's campaign voor het eerst de Happy Birthday Ada Wong videoband zag, snapte ik er de touwtiefs niet van. Er gingen wel degelijk wat vak 5 door mijn kop heen. Maar ik heb nu de bevestiging gekregen dat ik te maken heb met een Ada Wong doppelganger. Dus haar chapter spelen was zeker wel nuttig geweest voor wat extra duidelijkheid en lore opvulling. En Ada Wong zelf vond ik super leuk om mee te spelen. Want ze is badass, ze heeft style en alle twee haar chapters heb ik so far afgesloten with a bang. En ze doet alles solo. En het is niet dat ik een co-partner vervelend vind, maar wat ik vooral merkte in chapter 2, waar ik weer te maken kreeg met zombies. Als ik daar solo doorheen ga, gaf toch weer een beetje dat klassieke Resident Evil gevoel. Dus, maar goed, ik hoop dat Chris' zijn campaign net zo tof gaat worden als die van Ada. Want Ada geeft nu het stokje over. Jake, daar moet ik ook nog de eerste chapter van doen, want Chris en Jake, ik heb daar nog helemaal niks over gehoord. En ik denk dat als ik hun eerste chapter doe, dan sleur ik ze in ieder geval even uit die volkel voor om te zien wat de fuck they are doing. En dat ik begin met Chris, dat is gewoon een coin toss, maar here you go. En als we beginnen met Chris, dan krijgen we Mr. Pierce er gratis bij, want dat is zijn buddy. En ik ben nu het solo play gewend van Ada de campaign, dus ik hoop niet dat het een green noob rookie is. Hij ziet er al ook een beetje jong uit. Daar heb ik helemaal geen zin in om zo'n noob te gaan babysitten een hele campaign lang. Ondanks dat ga ik wel spelen met Chris. En ik ga spelen op offline. En ik ben alweer veel te veel aan het lullen. Mijn oprechte excuses. Dus op jullie verzoek duik ik regelrecht in de Old Age. Here I go. Cheers, mate. Another round. Oh, daar hebben we Piers. Hij is aan het vreten. Misschien gaan we zo zien hoe ze elkaar hebben ontmoet. Hard to find a good steak around here. Not like back home. Fill her up. You've had enough. Listen, sweetheart. You're here to pour drinks and look pretty. So how about you shut your mouth? I'll bet you get the hell out of my bar. Nowhere to go. Hey! Dama vas je zamolila da odete. Ponoživi tretko ki Gloria de kat kodro. Oh. Never thought I'd find Chris Redfield wasting away in a shithole like this. Who the hell are you? Piers Nivens? Never heard of you. How about this? You heard of this? What is that? You really don't remember anything, do you? Bioterrorism. Bio. You can't hide from your past, Chris. No matter where you go or what you do. Who are you? What is this? Okay. You don't remember me? Well, how about that? Look. I said look! Those were your men. Men who died under your command. You owe it to them to remember, Chris. If you walk away now, then this was
6 months of searching for you. And this is what I find. Yes, I... Yeah. It's where you belong. Everyone's waiting. Everyone. Whoa. We're taking you back, Captain. One way or another. Ja, die zag Chris Redfield even niet aankomen. Arme Chris. Kan niet eens even lekker zuipen in de pub. I can't keep running away. I have to face the truth. Accept responsibility. That's the only way I'll ever remember. The only way I'll get my life back. HQ to Alpha Team, no change to your mission. Suppress the bioterror outbreak while proceeding to Point Ace of Spades. Roger that. Prepare to drop on the 8 o'clock. We'll make our way to the Ace of Spades and find those UN workers. Okay, dan. Dus ik ben nu in China all of a sudden. Ik moet mijn touw naar beneden. Dus dit is de plek waar Chris zijn eerste chapter begint. Maar er is nogal redelijk wat shit vooraf gebeurd. Want die Piers Nivens die was al een tijdje naar hem op zoek. En ook daarvoor was er al redelijk wat gebeurd. Misschien krijgen we wat antwoorden als ik ga spelen. Die Simmons zei ook al tegen Ada in die submarine dat er een bioterrorism attack zou komen in Amerika. En daarna in China. En als dit die bioterrorism attack is in China. Dan ben ik met Chris dus al iets verder in het verhaal dan Leon en Ada. Maar ja, so be it. Oké, Chris, tijd voor je intro. Dit is Chris Redfield. De laatste keer dat ik met hem heb gespeeld was in Resident Evil 5. Daar was hij echt fucking gespierd. Daar was hij echt buffed, jacked as shit. Nu is dat iets minder. Hij is ook wat ouder. En hij is ook een beetje chubby. Nou ja, dat kan ook door zijn armor vest komen. Maar goed, Chris. Wat heb je allemaal bij je voor shit? Oh, hij heeft ook zijn eigen unieke hut. Weer. Elke karakter heeft zijn eigen unieke hut. Die van hem lijkt een beetje op een groene cirkel. Past op zich wel bij hem. Wat hij bij zich heeft is een combat knife, een assault rifle en een handgun. Zijn handgun... Hij heeft een andere handgun dan Leon. Ik weet niet of er nog verschil is in tussen handguns. Dat de een meer damage doet dan de ander, meer kogels kan vasthouden enzovoort. Maar ik ben wel blij dat hij een handgun heeft, want Ada had geen handgun en ik vind handguns fijn om melee attacks mee op te zetten. En met Ada moest ik dat doen met die kleine machine gun die ze had. Dus fijn dat je een handgun hebt. Die assault rifle ben ik minder fan van, ik hou niet echt zo van die spraywapens. Dus ik denk dat ik vooral ga hallussen met die handgun aan het begin. Verder, wat ammo en ik heb 1 granaat. Oké, nice. Goed. Pierce, are you ready? This way, I'm on it. Kijk, dat is fijn dat mijn partner naar me luistert. Goed zo, rookie. En wie weet, hoe de fuck ben jij? Hoor je ook bij mij? I guess. Waarschijnlijk is het een soort van missie en doe ik het met een groep. Heb ik een soort van team. Dat maakt elke campaign wel uniek. Elke campaign heeft een ander thema, voelt anders aan. En dat is leuk voor de afwisseling. Echo HQ. We've encountered hostiles at Diamond 3. Moving in to engage. HQ copy. Ik zal ook wel weer even aan Chris moeten wennen aan het begin, denk ik. Want ja, weer... Weer een andere dude, met andere wapens, met andere moves. Roger,